Een hele goede middag. Mijn naam is Armin Streekstra. Ik ben van Diva Makelaars. Ik neem jullie mee tijdens de Facebook Live uitzending van het appartement gelegen op de eerste etage op de Soestdijkse Kade. Hemelvaartdag 2024. Een dag waarbij iedereen vrij is, behalve Armin Streekstra. Maar ik vind het hartstikke leuk om te doen. Ik ga jullie meenemen op een stukje Soestdijkse Kade wat erg rustig is, gelegen ten opzichte van tegenover de woonarken. En dit is een heel leuk stukje Soestdijkse Kade, omdat het geen doorgaande weg is, voldoende parkeergelegenheid. En we gaan dit appartement op de eerste etage gaan we zo bekijken. Een driekamerappartement, actieve vereniging van eigenaren. Gelegen op loopafstand van de halte van tram 6. Vlakbij het kantoor van Diva Makelaars op de achtergrond. En aan de overkant hebben we de City Life Church en de Musicon. Over een paar weken hebben we natuurlijk weer Kaderok. En aan het einde het hoge gebouw wat jullie daar zien, dat is het Haga Ziekenhuis. Nou, op loopafstand van het Zuiderpark. En we gaan dit leuke driekamerappartement van binnen bekijken. Gelegen op de eerste etage. Actieve vereniging van eigenaren, behoort tot 6 appartementen. Bijdrage is €144 per maand. En we gaan naar boven. Zoals ik al zei, het appartement is gelegen op de eerste etage. Laminaat op de vloer. Als je binnenkomt lopen we eigenlijk rechtdoor de woonkamer in. We hebben aan de rechterzijde een slaapkamer. Deur richting het toilet, meterkast. Rechtdoor de badkamer in. De achterkamer is in gebruik als tweede slaapkamer. En de keuken. Nou, we zijn net binnengekomen door deze deur. En als we dan rechtdoor lopen, dan komen we direct in de woonkamer. Prima appartement voor starters. Hij is grotendeels gerenoveerd. We hebben een vernieuwde badkamer. Nieuwe keuken, allemaal nieuwe kunststof kozijnen, dubbel glas. Superleuk uitzicht over het water en de kade. De eigenaar heeft het best gedaan om het zo goed mogelijk op te leveren, het appartement. Toch moeten er hier en daar nog wel de puntjes op de i gezet worden. Bijvoorbeeld wat betreft elektra zag ik wat schakeldozen die nog aangebracht moeten worden. We gaan vandaag starten met de bezichtigingen. De brochures voor vandaag liggen klaar. Ik ben hier aanstaande zaterdag nog een keer. Mocht u naar aanleiding van deze live video de woning ook willen bekijken, bel dan even naar kantoor 070-448-3150. 070-448-3150. Doe dat eventjes morgen of stuur een berichtje via de website, omdat het kantoor vandaag gesloten is en ik alleen de bezichtigingen aan het doen ben. Hemelvaartdag, goede dag voor de bezichtigingen. Voorslaapkamer, prima van formaat, ook hier nieuwe kunststofkozijnen. Laminaat op de vloer. Nou, deze mat zou je normaal gesproken zou je die gelijk achter de deur leggen, maar zit hieronder ontbreekt nog een stukje laminaat. Zeg maar de luik naar de watermeter. Eigenlijk gewoon een lekkere grote deurmat erin leggen. Achterslaapkamer. Eigenlijk is de achterwoonkamer dit nu in gebruik als slaapkamer. Voldoende ruimte voor een grote kastenwand.
De oude schouw, die zit er nog. In de gang toegang tot het toilet. En daarnaast de meterkast. Vier groepen, aardlekschakelaar, slimme meters. Vroeger zat hier de keuken, daar is nu badkamer van gemaakt. Wastafel. Grote inloopdouche. Regendouche. Met daarnaast nog een kast. Voor de mooierheid zou die eigenlijk eventjes opgehangen moeten worden. Want hij staat nu op de grond, maar het is mooier als je hem gewoon laat zweven. Maar op zich wel een mooie kast. Nieuwe cv-ketel, merk Intergas. Aansluiting voor de wasmachine. En de achterslaapkamer, daar is nu keuken van gemaakt. Die is vernield. Gaskookplaat. Koelkast. Combi-magneton. Afzuigkap. Nou, hier bedoel ik bijvoorbeeld de afwerking van de elektra. Dat moet eigenlijk nog gebeuren. En volgens mij mis ik ook hier een stopcontact. Dus dat is wel even jammer. Dus dat moet nog opgelost worden. Voor de rest is het wel een prima ruimte als keuken. Toegang tot balkon. Mooie openslaande deuren. Kunststof, dat is allemaal vernield. Dag buurvrouw. Ik ben aan het filmen, dus. Een hele lief, een hele, de liefste buurvrouw van de Soestdijkse Kade hebben we hier beneden. En dit was toegang tot de badkamer, die kan je ook lekker luchten. En even kunnen rondjes lopen in dit geval. Via het achterbalkon. Goed, we gaan vandaag beginnen met de bezichtigingen. Mocht u naar aanleiding van deze live video dit appartement ook nog willen bekijken, bel even naar kantoor. 070-448-3150. 070-448-3150. Of mocht u vragen hebben, stuur een e-mail naar info@divamakelaars.nl. info@divamakelaars.nl. Bedankt voor het kijken. Wie weet, tot ziens.